We rijden ondertussen al meer dan een jaar 100 km per uur op de snelweg. Bent u het al een klein beetje beu? Ja. Ja, dat ben ik wel een klein beetje beu. Dat klopt. Nou, mag wel wat harder. Klein beetje beu. Nou, ik begin er eigenlijk meer een beetje aan te wennen. In het begin dacht ik van, dit tempo schiet niet op. En nog steeds wel op sommige momenten. Maar ondertussen ben ik juist eigenlijk wel een beetje aan het wennen. 100 kilometer is een hele mooie snelheid om te rijden. Je zet hem op de pilot en hij rijdt heel mooi rustig vandaan. Meneer, u komt zojuist van de snelweg afgereden. Inderdaad. Ja, daar heeft u 100 km per uur gereden natuurlijk. Absoluut. Ja, misschien een klein beetje harder. Een klein beetje harder toch wel? Een beetje rekening houden met de marge die toegestaan is. Hè. Dat is meestal een kilometertje of 3, geloof ik. En met zo'n mooie auto dan lukt dat vast wel. Ja, dat is zeker. Ik moet een beetje oppassen dat ik niet te hard doortrap op die rechter pedaal van mij. Ja, ik denk niet dat de 130 km per uur snel terug gaat komen. Het is een wisselgeld geweest van de politiek. Om 75.000 huizen te kunnen bouwen, moest de automobilist heel wat inleveren. Nou, daar is heel veel gekissenbissen over geweest. Maar het kort te houden, we mogen maar 100 kilometer rijden. En hoewel het een tijdelijke maatregel zou zijn, heb ik er een hard hoofd in dat die binnenkort wordt opgeheven. Heeft u dan af en toe toch niet het idee van nou even dat gaspedaal lekker intrappen? Ja, zeker. Op rustigere plekken en richting de avond als je naar huis wil, dan zeker wel. Maar nou ja, overdag ben ik er inmiddels echt goed aan gewend. En mevrouw, denkt u dat de mensen zich er goed aan houden aan die 100 km per uur? Nee. En vooral de BMW's en de Audi's en al die grote, dure auto's. Volvo's. Oh, ze rijden je allemaal ontiegelijk hard voorbij. Ja. En dan denk je van, wat is hier nu aan de hand? Ik snap het heel goed dat we allemaal weer het gaspedaal willen intrappen. Het scheelt maar 0,2 stikstofuitstoot, hebben geleerden uitgerekend. En inmiddels is het natuurlijk ook zo dat we in een jaar tijd heel veel elektrisch zijn gaan rijden. En dat de fossiele brandstoffen ook energiezuiniger zijn geworden en duurzamer. Dus wat dat betreft heeft de automobilist al behoorlijk wat gedaan om het milieu beter te maken. Meer dan de helft van de Nederlanders zouden heel graag terug willen naar de 130 km per uur. Wat vindt u? Ja, ik hoop eigenlijk ook weer dat we daar snel naartoe kunnen gaan. Ik snap dat in het kader van milieu, stikstof, dat het op dit moment nog niet zo gewenst is. Ik hoop dat het snel wel weer anders kan. Ja, want op sommige stukken is het bijna in slaap vallen. Hey, vond je het een leuke video? Like, abonneer en sinds kort hebben wij ook nog een video nieuwsbrief. Wij maken namelijk veel meer leuke video's op de website van de Telegraaf. Schrijf je dus snel in en dat kan hier.